Wat nog ontbreekt, is dat je een basisinkomen. Want hoe kan dat nou? Weet je, je zit thuis en je hebt geen werk meer. MKB, ik bedoel, dat is het grootste waar mensen hun geld mee verdienen in Nederland, maar in het Westen. Dat is een basis. Dus je verdient geen geld. Hoe kom je dan aan je geld? Ja, dan komt dat hele ding wat altijd boven de markt hangt, een basisinkomen. Nou, dan kan je dat nog niet indenken. En het klinkt wederom zo verleidelijk, maar het is weer zo misleidend. Alles klinkt mooi. Het einde aan armoede. Geef mensen een basisinkomen. Dan denk je, oké, het klinkt mooi. Weet je, oké, nou, dus ik hoef niks te doen, ik hoef niet te werken. En dan staat iedere maand staat er €2600 op de rekening. Ik teken ervoor, ik hoef niks te doen, kan ik gewoon lekker thuis, beetje tv, beetje Netflixen en eten bestellen. Oh, dat dus het klinkt aardig, het klinkt leuk, totdat je erin zit. En dat basisinkomen hebben we nog niet gehad, maar dat gaan ze nu wel in Spanje invoeren. En je zal zien wat er daarmee gebeurt. Het probleem is, je hebt geen werk meer consumeren, want je moet geld hebben. Wat dan die grote bedrijven weer op kunnen slokken. Hè? Dus geef je €2600, dan krijg je meteen terug. Wat dat inhoudt, is dat je natuurlijk een slaaf wordt van dat systeem. Want stel je gaat naar buiten, wat ik net zeg, en de drone vliegt voorbij en je doet iets verkeerd in de ogen van de drone. Of je zegt iets online, wat niet mag volgens de regels. Hoe pakken ze je dan? Dan gaat je basisinkomen van €2600, dat gaat dan 6 maanden terug naar 1400. En dan moet je €1400 leven. Ga je de tweede keer fout in, krijg je misschien wel helemaal niks meer. En dan komt de aantekening en je krijgt een strafblad. En het ding is, het wordt allemaal digitaal gedaan. Het is allemaal weg en het is allemaal afhankelijk van dat nieuwe systeem. De basisinkomen komt er dus nu in Spanje. En dit is waarom vanaf dag 1 ik kwaad werd, paniek is niet het woord, maar wel me gerealiseerd heb, hier is het. Dit is hem.